Het enige wat ik had was een bobbel in mijn hals. Een paar jaar geleden voelde ik een bobbel in mijn hals. Dit vertrouwde ik zelf al niet, dus ging ik naar de huisarts. Deze verwees mij direct door naar de specialisten om te onderzoeken wat het dan was. De diagnose heeft even op zich laten wachten. Na de echo en de punctie dachten ze dat het goedaardig was. Ik voelde mij helemaal niet ziek. Het enige wat ik had was een bobbel in mijn hals. Ik wou uitzoeken wat het nou daadwerkelijk was. Puur om de onzekerheid die ik zelf ondervond al, om die weg te nemen. Na de eerste operatie was de helft van mijn schildklier hebben verwijderd, kwamen ze erachter dat het kwaadaardig was. Daarvoor moest ik voor een tweede keer geopereerd worden en hebben ze de tweede helft ook verwijderd. Hierna hebben ze me de radioactief jodium gegeven. Na mijn tweede operatie ben ik begonnen met het slikken van schildkliermedicatie. Ieder half jaar word ik nu nog gecontroleerd. Tot nu toe gaat het goed.